Het was weer de dag voor Koningsdag en de Schouwburg zat weer vol mensen. 23 gedecoreerden zijn dinsdagochtend met een smoes naar de Schouwburg gelokt. Daar kregen zij een onderscheiding tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Heel blij, maar ook erg verrast. Ja? Ja. Waarom zo verrast? Ja, ik ben hier naartoe gelokt en ik had het nooit verwacht. Kijk, hetgeen wat ik genoemd heb op mijn werk, ja, goed, dat heb ik mijn werk beschouwd. En ja, nee, ik ben even totaal verrast. Ja. De warmte ook van de ceremonie. Ceremonies zijn vaak alleen officieel en formeel. Deze was een warme, van burgervader naar de burgers. Het was een mooie uitdrukking van het herkennen van vrijwilligerswerk en het eren van deze personen. Ik moet het allemaal even laten zakken. Ik weet dat het een enorme eer is, maar ja... Dit is wel even een dingetje wat even moet zakken. Nico Duindam kreeg zijn lintje voor zijn inzet voor Park Merwestein sinds 1997. Suzanne de Groot werd lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege onder andere haar stichting Geven Dort. En Luigi Barone werd verrast met de onderscheiding voor zijn inzet voor de Italianen in Dordrecht. Maar de uitnodiging moest natuurlijk tot het laatste moment geheim blijven. Nou, ik moest wat nette kleren aan. En er stond iets te gebeuren in Kunstmin, dat werd mijn vriendin. En die zei, we gaan maar mee, maar waar gaat het nou over? Ja. Toen kwam ik hier, ja, toen had ik het idee van, nou, daar sta je dan. Dus, ja. Ja. Ik zou komen pitchen voor de stichting. Niks bijzonders, heb ik vaak gedaan, dus ik ga er niet over nadenken. Een beetje netjes aankleden, ik ga wel. Wel een gedoe, moest heel veel gedoe, want de deur moet dicht van de stichting. Dat is ook bijna niet te doen. Doe ik ook nooit, maar ik ging wel hier toen ik hier kwam, dat ik dacht... Raar allemaal dit, wat gebeurt er allemaal? Maar nou ja, hey. Een hele grote verrassing als ik je gezicht zou zien. Absoluut. Ik zou met een van mijn bestuursleden op bezoek gaan bij mensen die eventueel gratis lesruimte zouden aanbieden. En toen werd ik gekidnapt door iemand, namelijk mijn vrouw, voor de achteringang van de Kunstmin. Niet alleen bij de gedecoreerden heerste er vreugde dinsdagochtend. Ook burgemeester Wouter Kolf was blij dat de lintjesregen weer op deze manier kon plaatsvinden. Ik voelde echt weer als van ouds. En, ik heb natuurlijk de afgelopen 2 jaar ook wel een lintjesregen gehad. Maar het was dan half digitaal of mensen die achter elkaar langs moesten komen. Dit is toch wel weer heel sfeervol en gezellig. Dit is eigenlijk hoe het hoort. Zo hoort het. En de mensen komen hier niet alleen maar voor dat lintje, maar ook voor de erkenning en de eer die ze krijgen. Dan is het gewoon leuk als er een enthousiaste volle zaal bij is.